Het Chinees nieuwjaar dat op zaterdag 20 oktober wordt gevierd is gisteren ingeluid bij de Orientalmarkt van Sun Yi & Co. aan de Wilhelminastraat. Het is dit jaar 165 jaar geleden dat de Chinese immigranten voet aan wal zetten in Suriname. In het kader hiervan zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden met als hoogtepunt een groot festijn op het onafhankelijkheidsplein op 20 oktober. De waarnemend directeur van cultuur Elvira Sandy gaf aan dat toen de Chinese immigranten 165 jaar geleden naar Suriname kwamen, zij met de Surinamers verbonden raakten door de vele huwelijken. Vandaag de dag, 165 jaar daarna, is een van de belangrijkste bindmiddelen voeding. En vandaag, bij de launch van 165 jaar, verbaast het me dus echt niet dat Michael het initiatief neemt en iedereen direct zegt ja, wanneer het gaat om eten, daar kunnen we het best mee launchen. Dankjewel, Michael. Voeding is een deel van, van de Chinese cultuur, speelt een belangrijke rol in de Chinese cultuur, maar ook in de Surinaamse cultuur. Wij zullen dus vandaag ons te goed doen aan lekker eten van elkaar, van de verschillende Surinaamse culturen, maar voornamelijk van de Chinese cultuur. Voeding is deel van het immaterieel cultureel erfgoed dat we beide hebben. 那么美食呢，对一个文化来说呢，是非常非常的重要的。 China en Suriname bedoel ik dan. En dit immaterieel cultureel erfgoed, daar zijn wij als directoraat cultuur heel serieus mee bezig om daar inhoud aan te geven. De cultuurdirecteur haalde verder aan dat het directoraat veel materiaal heeft ontvangen van de Chinese verenigingen, waardoor zij de Chinese cultuur meer bekendheid kan geven. De Chinese ambassadeur in Suriname, Lee Kwan, gaf aan dat de Chinese en andere etnische bevolkingsgroepen het geluk hebben in zo'n harmonisch en divers land te kunnen wonen. We Chinese embassy yesterday we prepared for about 2 or 3 hours, you know, for the whole staff for the Chinese food in our food stand. I am myself contribute part of it. 那么我自己也是其中一位在这里帮忙的. So please enjoy. Because the food behind the food is culture. We share the culture with food. Once again, thank you very much for all the hard work you have done for this festival. De Chinese ambassadeur Liu Kwang gisteren bij de launch van de viering van 165 jaar Chinese immigratie in Suriname. De lancering kenmerkte zich verder door verschillende optredens van zowel Chinezen als andere groeperingen die ons land rijk is.